Calculatieafdeling is eigenlijk de afdeling van het bedrijf waar wij bepalen wat de bouwkosten zijn van een project. Zowel in de vroege fase of het haalbaar is, als wel in de uitwerkingsfase wat we nodig hebben voor de bouw om wat het totale project gaat kosten. Ik ben eigenlijk heel slecht in talen, dus de wiskundekant was eigenlijk de logische kant om op te gaan. En eigenlijk het bouwen trok mij het meeste van, nou ja, je ziet wat je doet. En meestal technische vakken is het wel een beetje, ja, je moet het gevoel hebben dat je bezig bent, maar je ziet nu niet wat je aan het maken bent. En bij de, altijd, ja, de bouwers zie je dat wel, dus daarom ook bouwkunde gaan studeren. Het leuke van mijn vak is eigenlijk, ik zeg het zelf, het goochelen met getallen. Niet zozeer het de begroting maken, want dat kan eigenlijk bijna iedereen. Maar daarna moet je het eigen papier zien te krijgen en te zorgen dat het voor iedereen duidelijk is wat er verteld is, helder is wat, waar de problemen zitten. En eigenlijk gewoon, hoe kan je het met de getallen voor elkaar krijgen om dat aan iedereen over te brengen? Ja, de bedoeling is dat we in het dichte gedeelte deze hek gaan toepassen en in het andere gedeelte gewoon de spijderhekken laten staan. Ja. Om een goede calculator te zijn moet je zeer analytisch zijn. Ja, en je moet eigenlijk ook een beetje eigenwijs zijn, want iedereen wil jou vertellen wat je moet maken in de begroting, hoe je het moet doen. En als iemand vertelt dat echt geen kolom komt en jij bent van overtuigd dat hij wel komt, begroot hem maar, want je weet sowieso uiteindelijk dat hij er toch wel gaat komen. Mijn eigen ambitie is eigenlijk om een volwaardige kostdeskundige te worden, waarbij het maakt niet uit wat het project is, ik in staat ben om dat haalbaar te maken, kostdeskundig aan te kunnen geven waar de problemen zitten en dat ook gewoon goed aan iedereen duidelijk te kunnen maken.